En dan heb je de mantra. De mantra is het geluid dat we kunnen gebruiken in de meditatie. Meestal gebruiken we de mantra Sammarang. Je hebt ook Thaise boeddhistische tradities die het woord Buddho gebruiken. Buddho. Je hebt in Nederland sinds een paar jaar nu een stichting die heet Buddho.nl. En die heeft dus die hele stichting is opgericht omdat in die meditatie dus die mantra Buddho wordt gebruikt. En Buddho betekent gewoon Boeddha. Dus de Boeddha, ja. En Sammarang is dus ook een soort van mantra, maar iets langer, die Lompoes dus gebruikte wanneer hij les gaf. En het is eigenlijk wel fijn omdat het een niet te korte mantra is, maar ook niet te lang. Dus het heeft zo'n juiste balans in zich. En Samma betekent, ik zal het even laten zien. Samma betekent juist of volkomen. En Arahang betekent verlicht, volledig helder van geest. Arahang betekent eigenlijk of oorspronkelijk waardig. Dus in het oude Indiaatje zo'n idee van als iemand Arahang is, dan is het iemand die waard is om giften aan te geven, die een waardige toevlucht is. En in het boeddhisme werd die betekenis uiteindelijk veranderde dat naar verlicht. Dus Arahang, een arahant werd uiteindelijk iemand die verlicht was. Dat werd de betekenis in het boeddhisme. Dus arahang betekent in feite verlichting. Sammarahang betekent het juiste pad of de juiste staat van verlichting. Voorkomen kan ook. Voorkomen kan ook. Dus dat is ook een betekenis. Hier zie je het in het Thais. Sammarahang. Op het bordje staan. Dat is een boer. Die heeft werkelijk om. Die is zo verzot op die mantra dat hij een bordje in zijn. In zijn een weiland of in zijn, op zijn landgoed heeft staan met Sammarahang erop. Je kunt ook een andere mantra gebruiken als je bekend bent met een andere mantra, waar je bent er al mee vertrouwd. Bijvoorbeeld sommige mensen die hebben een hele grote, sterke band met bijvoorbeeld Jezus. En dan kun je bijvoorbeeld ook Jezus als mantra gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld. Je hebt ook mensen die andere soorten mantra's willen gebruiken. Helder en licht wordt ook nog wel eens gebruikt door Ruben en ik. Maar ik geloof dat Andy een net wat andere woord gebruikt. Maar hoe het ook zij, deze Nederlandse alternatieven, die zijn eigenlijk niet zo populair. De meeste mensen geven de voorkeur aan een mantra in de oude Indiase taal. Het gaat er niet om dat dit woord nou heel belangrijk is en dat we hier ons hele leven op moeten focussen. De mantra is een hulpmiddel. Je hebt mensen die dan een tatoeage gaan maken van Samadhang op hun lichaam. Daar ben ik er al een paar van tegengekomen. Dat kan, maar als je het niet als een hulpmiddel in je meditatie gebruikt, dan is het niet. Het is niet zo dat je leven dan veel beter wordt of zo. Het is een wat we noemen in de Thais kampawana, een hulpmiddel om te mediteren, een woord, een meditatiewoord letterlijk. Dus het woord mantra is niet oorspronkelijk aan het Thais boeddhisme. Dus het woord dat in het Thais boeddhisme wordt gebruikt is kampawana of een parikamma, een voorbereidend middel om tot aandacht te komen. Dus je kunt je het beste voorstellen dat het geluid van de mantra vanuit je midden komt. Vanuit je diepste, vanuit de diepste krochten van je lichaam. Het diepste midden in jezelf. En dan kun je dus je telkens blijven voorstellen dat die mantra daar vandaan komt. Je kunt je eigen stem voorstellen. Maar als je dat een beetje schizofreen vindt, dan kun je ook bijvoorbeeld bijvoorbeeld de stem van een meditatieleraar herinneren. Bijvoorbeeld de stem van onze abt, Lompa Tamachayo. Je kunt de mantra op YouTube intikken en dan vind je ook zijn stem die deze mantra opzegt.
Maar je kunt ook je niet zoveel bezighouden met de stemmen, gewoon visualiseren en kijken in welke vorm het verschijnt in je herinnering. En uiteindelijk heb je er niet zoveel behoefte meer aan na een tijdje. Het werkt voor een tijdje en als je dan rustiger wordt van binnen, dan heb je het gevoel dat je de mantra achter je wil laten. En dat kan ook gewoon. Het is gewoon een hulpmiddel. En we kunnen het op een gegeven moment ook gewoon achterlaten. We hoeven niet altijd te blijven doen. Maar dat kan wel een tijdje duren. Het kan zijn dat je het best wel aangenaam vindt om de mantra te blijven gebruiken. En misschien wel 100 of 1000 keer of zo. Gewoon naar luistert. Het is niet om jezelf te hypnotiseren of zo. Het is meer gewoon een aandachtstool. Een tool of een hulpmiddel om met je aandacht weer terug te komen. Je kunt het ook in je dagelijks leven gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld veel dingen aan je hoofd hebt. Dan laat je even de stem vanuit je binnenste komen. Samma arahang. En dan luister je daarnaar en dat is ook heel fijn.